first Comic-Con? The first one. I am the one with the most. Thank you very much. Zach was filmed his older kid. All that you raised and did. Jij bent al Monet. We starten ermee. Hallo mensen van de Visual Vlogs, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. En vandaag zijn we bij de Dutch Comic Con. Ik ben nog niet helemaal verkleed, maar ik heb gehoord dat binnenin een kleedhokje ruimte is. Roy is wel een beetje verkleed zoals je ziet. Een beetje stewardess, woe! Heel veel mensen zijn verkleed. En ik ben heel benieuwd, je gaat een soort compilatie zien van wat hier allemaal binnen is te beleven. Maar ook minder bekende figuren paraderen over de beursvloer. Ze komen uit Bioshock Infinite. En wat is dat voor spel? Ja, wel een gewelddadig spel eigenlijk. Maar we zijn niet zelf gewelddadig, althans nog niet. Nee hoor. We hebben net een gesprekje gehad met de acteur van The Walking Dead. Echt, die gozer is geweldig. Heel kort. Maar... We hebben even heel kort gepraat met hem en we gaan er gewoon even naar hem toe. Ja, niet zeker wat je moet zeggen. En dan staat hij daar gewoon heel rustig. Hi guys, you're looking great. Echt super gaaf. En we hebben gewoon even een praatje met hem gemaakt over The Walking Dead. Echt. Ja, ik vond dat seizoen 5 het beste is van alle Walking Dead. En hij zei ook van, ja, dat vind ik ook, omdat het brengt iedereen wat meer bij elkaar bij seizoen 5. En ja, ik zei van, ja, ik hoop dat ik je zie in seizoen 6. En ja, hij moest lachen. Hij is echt heel relaxed. En hij vond het heel leuk om met ons... Kijk nou. Allemaal op de telefoon. Oh. Wat vond je van Roey? Gaaf. Wat heb je gezegd? Ja, niet veel. Niet veel, nee. Nou ja, maar het is helemaal ondersteboven. Hij is zo eng. Fantastisch, was echt fantastisch. En alle fans die hier zijn, alle bezoekers, ongelooflijk dat jullie met zulke grote getalen zijn gekomen. Het is echt een eer dat jullie er zijn. Geweldig. Ik ben op dit moment verschrikkelijk trots op wat we hebben neergezet. En ik ben verschrikkelijk trots op mijn team. Mijn team is ongelooflijk. Daar wil ik graag een applaus voor. Hij heeft er heel veel zin aan. Hij heeft zelfs al 20 minuten moeten wachten, omdat het allemaal een beetje uitliep met de cosplay show. Hij heeft heel veel zin aan om jullie nogmaals eventjes op het podium te ontmoeten. Mag ik van jullie een gigantisch warm applaus voor Michael Gutlitz. Microphone right now. Do you want to sit down or do you want to stand? Both. I will give you the microphone for a second. I will pick two more microphones. I'll stand. Yeah. That's the best one you can do. How you guys doing today? Not bad, huh? Not bad for a first convention. Well, Michael, welcome in Holland. Thank you. Yeah. How is your stay right here now? So far, so good. Okay. Been here 10 hours. So. Could go either way. And this Monday, for you guys, is going to be insane. It's an hour and a half long. Yeah. I mean, because it takes an hour and a half to kill that many people that you love. You're going to be very happy. You're going to be excited. You're going to be scared. But in the end, you're going to be very, very happy. I'll leave it there. I mean, I've been an actor for almost 50 years. And of course, I had great success with Spike Lee's Do the Right Thing, which is on the 100 best of all time list of the 100 greatest movies of all time. I was also in a film called The Usual Suspects, which is also
on the 100 best films of all time list. So I've had a number of rises to fame, but Gus Fring became iconic in his death, and that has changed wherever I go anywhere in the world. I was in Italy, in Sicily, on a moped with a helmet on and sunglasses, and I pull up to a red light, and a gentleman looks at me and goes, "Oh my God, it's Giancarlo Esposito, it's Gus Fring!" On a Vespa in Sicily. I said, "I get around, I have a meth lab here." Well, I know you from Breaking Bad and from Once Upon a Time, and I was curious, which menu is better, from Los Pollos or Granny's Diner? Which menu is better? Oh, I think Los Pollos Hermanos, if you like chicken. The diner has more variety, but Pollos. Could you say, "I am the one who knocks" with a dramatic undertone? I am the one who knocks. Thank you very much. Oké, de grote volle dag zit er weer op. Het is het is al eigenlijk weer donker aan het worden. Precies hoe ik mijn huis verliet eigenlijk vanochtend. En we hadden het heel leuk gehad. We hebben echt heel, heel erg genoten. En ik vond het ook heel tof om Gus te ontmoeten. En even te spreken, even op de foto gaan. Je ziet het hier. Michael Cutlets. Ja. En dat is Abraham Ford. Yes. Die hebben we ontmoet, hebben we even gesproken. En die heeft intro ingesproken voor deze video. Ja, zoals je al gezien hebt. Maar dan denk je aan het begin, wie is die man nou? Nu weet je wie die man is. Maar je hebt naar je zin gehad, wat vond je het leukste van de hele dag? Op de foto gaan natuurlijk, omdat mensen ons herkennen uit Bioshock natuurlijk. Nee, de panels vond ik het leukst. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Vergeet niet te abonneren binnen van het scherm en later.